Hallo en welkom bij Honey Handig met SketchUp. In deze tutorial ga ik je uitleggen hoe je een 3D-model of een 3D-model van een 3D-warehouse op het juiste formaat kan maken en hoe je de verschillende onderdelen van je model kan vervormen. Dit zijn de drie modellen die ik al in de vorige tutorial gedownload heb. Nou moet ik deze op het juiste formaat maken. En om dit uit te leggen heb ik hier in deze plattegrond al een kleine indeling gemaakt. Hoe ik dingen wil ingedeeld wil hebben. En hier in de hoek wil ik een soort van ronde stoel hebben. En die wil ik op het juiste formaat maken. Dan ga ik even nameten hoe groot dat ik wil dat die stoel wordt. Nou, die is 76 bij 71. Hij is rond, dus ik maak hem 75 bij 75 centimeter. Nou, wat ik het handigste vind, is om een blok te maken in dat formaat. Dus 75... .75, enter. Nou weet ik dat een zitting ongeveer op 45, 43 centimeter zit. En ik doe 43. En een rugleuning wil ik op 75 hebben. Dus dat ga ik vanaf hier meteen even doen. 75. Zo. Dit is mijn model qua grootte, hoe ik alles dadelijk vervormd wil hebben. Die zet ik even in een groep. En die groep schuif ik in mijn model. En dan zie ik al, de rugleuning is net iets te laag. De zitting is iets te hoog. In zijn totaliteit is hij wat te breed. En dit moet ik zien aan te passen. Voordat ik zo'n model aanpas, ik ga ze bij alle twee in ieder geval even doen. Maak er even een kopie van met je Move Tool. En schuif die naar achter. Dat als je deze gaat aanpassen, dat deze in ieder geval, dat je deze nog hebt. Kijk dan even of het componenten zijn. Als ik hier rechts op klik en ik zie Make Unique. Nou, dan weet ik dat deze aan elkaar gelinkt zijn. Dan is het belangrijk dat je die uniek maakt. Dat is bij deze niet het geval. En dan laat ik je even zien wat er, als het wel een component was geweest. Stel nou dat dit een component was geweest en ik had er een kopie van gemaakt. Dan had... Ik pak de Move Tool overigens met M. Ik zet er een plusje bij door middel van Shift of de Control toets op je toetsenbord en CMD of Option bij Mac. Schuif ik hem naar achter. Ik klik hem het rechts op en hier staat Make Unique. Als dat er staat, kun je zeggen Make Unique. Dan is deze niet meer gelinkt aan deze. Dus alles wat ik hier aan verander, verandert daar niet mee. Nou, waarom doe ik dat? Stel nou dat je hier iets aan vervormt en je hebt later de originele vorm nog nodig, dan heb je deze hier. Neem deze stap. Je zult, vaak heb je hem niet nodig, maar op het moment dat je hem wel nodig hebt, is het heel lastig. Dan moet je opnieuw het ding downloaden van het 3D Warehouse. Moet je hem ook weer opnieuw schoonmaken. Dus dit is gewoon een handige stap om tussendoor te doen. Nou, dat draadmodel heb ik hier nu ingezet en dan ga ik deze bank vervormen. Ga ik eerst even in zijn geheel doen. Pak de scale tool. Dat is de S op mijn toetsenbord. En hier de scale tool. En dan krijg je eigenlijk om die hele stoel heen een soort van bounding box met allemaal vierkantjes. Nou, en als je zo'n vierkantje vastpakt, dan gaat hij alle kanten op vervormen. Dat is niet wat je wil. Wil je hem gelijkmatig vervormen en wil je hem gelijkmatig van alle kanten tegelijk laten vervormen. Zo in de hoek ga je vanuit dat linker onderpunt naar rechtsboven vergroten of verkleinen. Druk je de Ctrl één keer in, zie je dat hij dan verschuift van de hoek naar het midden. Bij de Mac is dat, meende ik, de Option of de CMD-toets, de Alt-toets, Shift-toets. Kijk even. En dan gaat hij gelijkmatig aan alle kanten vervormen. Nou, ik doe het nu eventjes vanuit de hoek. En dan ga ik hem ongeveer passend maken hier in het vierkant. Wat je ook kan doen is zeggen, nou, dat is allemaal heel leuk, maar ik ga hem gewoon meteen in het juiste formaat maken. Dat kan ook. Dan kan je gewoon zo'n zijkantje pakken en die gelijk trekken. Ik weet niet of je zag wat ik deed. Ik pak hem hier vast. En dan ga ik met mijn cursor naar de zijkant of naar de rand, on face of naar on edge in group. En dat doe ik aan alle kanten.
dan heb je deze eigenlijk wel goed gelijk gemaakt. Behalve dat ik de zitting is nog niet op het juiste formaat en de rugleuning. Nou is dit heel moeilijk te zien waar hier de zitting zit en waar hier de rugleuning zit. Dus wat je bij je draadmodel kan doen, is er even in die groep gaan en de bovenkanten eraf halen. Ga ik daarna in de groep van mijn stoel. Hier kan ik alle losse onderdelen selecteren. En ik ga nu eerst de zitting selecteren en dan pak ik weer zo'n vierkantje vast met mijn scale tool. En dan ga ik naar de rand hiervan. Dat doe ik ook met de rugleuning. Soms is het even zoeken naar het vierkantje. Zo. Nou, dan heb ik dat in orde. Kun je daarna je box weghalen. En dan kan je kijken, moet ik nog iets doen aan deze stoel? Wat ik nu eigenlijk vind, is dat die kussens heel erg langwerpig zijn. Die wil ik wat kleiner maken. Je ziet dat ik nu alle kussens samen selecteer. En die leg ik hier eigenlijk een beetje in. Dan zakken ze in de stoel. Kan ik ze met een move tool weer een beetje omhoog halen. En ik vind eigenlijk dat dit kussen uit twee kussens moet bestaan. Wat je dan kan doen is zeggen, ik verander niks aan de bovenkant. Die zit op de goede hoogte. Ga ik hem smaller maken. Pak mijn move tool en dan kopieer hem naar beneden. En dan zie ik dat er nog eentje onder moet. Wil ik dat er uit drie kussens bestaat? Ja, dat wil ik. Ho. En dan ben je eigenlijk al bezig met je eigen model maken. Soms zie je dat ik ben op zoek naar die blauwe stippenlijn, dat die recht naar beneden gaat. En soms moet ik daar een beetje naar zoeken. Dan zie ik dat die hier nog niet helemaal gelijk is. Kan ik die alle drie tegelijk selecteren. En weer met de onderste kant, want de bovenkant wil ik op dezelfde hoogte houden. Met de onderkant gelijk trekken. En zo kan je eigenlijk elk onderdeeltje kun je groter, kleiner maken of aanpassen. Bijvoorbeeld ook bij deze stoel. Stel nou dat ik weer een stoel ding heb van 75 bij 75. Ik heb een, deel hem meteen maar zo in, een rugleuning. Die wil ik eigenlijk wat lager hebben. Die wil ik op 55 hebben. Ik wil de zitting op 45. De armleuning iets hoger. 5 centimeter erbij. Zo. Make group. Zet ik deze hier in. Zorg dat hij gelijk is. Ga ik hem weer aan alle kanten gelijk zetten. Met die scale tool. En dat is dus die S. En ik wil eigenlijk dat deze armleuningen dadelijk wat lager zijn. Deze moeten net zo hoog worden als die. Daar kan ik moeilijk bij. Dus ik haal weer even de bovenkant eruit. En wat ook kan als je zegt, nou ik heb hem juist het goede formaat, maar ik wil de bank blijven zien. Kan je hem ernaast schuiven. Dat is ook prima. Misschien nog handiger soms. En dan ga ik even kijken. Oké, deze zitting. In zijn totaliteit moet hij gewoon een stukje hoger. Ik maak hem helemaal even een stukje hoger. Vervolgens kan ik zeggen, ik ga deze weer kleiner maken. Ik wil eigenlijk dat de rugleuning, dat dit kussen zo blijft staan. Maar ik vind dit te hoog worden. Kan ik dat selecteren en naar beneden halen. En zo ben je eigenlijk je eigen stoel aan het ontwerpen en aan het vervormen. En als je dan zegt, ja maar ik vind dat dit vlak heel dun wordt. Nou prima, daar gaan we. Deze naar buiten kan doen. Let dan wel op, zie je dat rechts onderin bij mij nu staat scale 0,6. Dat vind ik iets te veel. Ik maak hem scale 0,7. Oké, 0,7, enter. Dan kan je dat aan deze kant ook doen. En als je aan de binnenkant niet kan komen, zie je dat ik eerst even naar de buitenkant ga. Dat dingetje erover hover. Dan kan ik naar de binnenkant gaan. Pak ik hem vast. 0,7. Enter. Dan kan ik deze weer
groter maken, samen met het rugkussen. En zo kun je eigenlijk elk onderdeel aanpassen en vervormen van je model. En helemaal aanpassen aan naar jouw ontwerp. Dan de laatste. Dit is een live component. Als ik hier dubbel op klik, dan ik kan hier met de S-tool, als je zoiets selecteert en je drukt op S, en er gebeurt niks. Je krijgt dit tekentje. Zie je dat er een tekentje bij mijn pijltje zit. Een cirkeltje met een streepje erdoor. Als je er dan dubbel op klikt, dan krijg je dit. Dat is een live component. En hier kun je ook van alles aanpassen. Alleen niet zelf. Dat doe je door middel van deze schuifjes. Hier kan ik kiezen uit de modules. Ik kan de hoeken kan ik aanpassen. Dan verandert hij mee. Dit heeft iemand allemaal al geprogrammeerd. Kijk, backrest height in centimeters. Dus die kan ik aanpassen naar bijvoorbeeld 50 centimeter. Kijken wat dit doet. Dus zo kun je aan die schuifjes je hele model aanpassen. Wil je dat nou niet en wil je gewoon echt controle hebben wat we net gedaan hebben met dat andere model, dus echt elk onderdeeltje zelf willen bepalen, dan moet je hem hiervan loskoppelen. Dan koppel je hem van dit los, dan kan je dat ook niet meer terugkrijgen en dat doe je als volgt. Je selecteert de groep één keer, je klikt op rechts en je klikt Detach Definition. Als je dat doet, dan kun je vervolgens hierin en met de scale tool wel alles weer op het juiste formaat maken zoals jij het graag wil. Tot zover deze tutorial, een 3D model op het juiste formaat maken.